We gaan vandaag verder met de les van patroontekenen. En je pakt je boek, patroontekenen dames, patroon deel 1. En je, in bladzijde 53 zijn we daarmee begonnen. Bladzijde 54 en 55 zie je het patroon van de jurk. En we hebben dit al in de les gedaan. Hè. We hebben het patroon van de jurk, hebben het voorpand gedaan en het deel achterpand, maar we zijn dus hier gebleven. De taillering in de achterpand hebben we nog niet gedaan. Goed, wat je nodig hebt voor deze opdracht is een metermaatje, of een fineliner of een dunne hard potlood en een geodriehoek. Erg belangrijk. We zijn gebleven de vorige keer bij punt 20, zeg maar, hè. 20 is hier het taillepunt en dan moest je 1 centimeter omhoog. En bij punt 18, dus dit taillepunt, moest je ook 1 centimeter omhoog. En dan krijgen we punt 53 en 54. Je ziet dat we hiervoor dus die taillering hebben gedaan. Hè? Want je ziet aan de achterpand, dat is gewoon 1 recht vlak. Daar zitten geen, dat zit dus niet strak bij de taille. Dat willen we wel. We willen een jurk hebben die gewoon helemaal het lichaam vormt. Dus dat betekent dat hier te veel ruimte zit. Nou, hoeveel ruimte dat is, dat gaan we dus nu bekijken. Als je in het boek kijkt, hè, op bladzijde 54, dan staat daar van 47, en dat is dit punt, naar 20, hè, dat is de taillepunt, plus 18 naar 55. En 55, dat is nog een te bepalen punt. Dat is de halve taillewijte plus 2 centimeter. Nou, de halve taillewijte. Ja, we hebben hier met gemeten maten gemeten. Hè, dus van een standaardmaat. En dan zie je dat hier bij dit patroon de taillewijte 68 centimeter is. En we hebben dus de halve taillewijte nodig plus 2 centimeter. Nou, dat is dus 34 centimeter. Plus 2 centimeter is dus 36 centimeter. Pakken we het metermaatje, moeten we dus op 1/4 schaal, gaan we dus bij punt 47 naar punt 20 meten. Toevallig is dat ook 20 centimeter, ietsjes meer, 20,5 zeg maar. En dan gaan we bij 18 weer verder, hè, want dit is een loze tussenruimte. Dus we gaan hier bij 20,5 weer verder. En dan moeten we dus komen op punt 6, op 36 centimeter, dus hier is dus punt 55. Ja, dus van 49, van 47 gaan we naar 20 en dan gaan we bij 18 weer verder en zo krijgen we punt 55. Nu is dus van punt 55 naar 6 is de taille-uitname. Dat is dus wat we dus te veel hebben, wat het te wijd zit bij de taille. Nou, hoeveel centimeter is dat? Dat is 9 centimeter. Schrijf even op, kunnen we het onthouden. 9 centimeter. Bij de zijnaden, dit moeten we dus gaan verdelen, hè, over de coupes. Je ziet dat hier in het achterband 2 koepnaden zit. Hier bij de taille wordt ingenomen. Dus we gaan eerst bij de zijnaden wat weghalen. Waardoor we dus wat meer de ronding van de taille en de heup hebben. Dus dan heb je punt 53, hè, dat was dit punt hierboven. Naar 54. Naar 56, dus hè, van 53 naar 56. En van punt 54 naar 57 is 1 tot 2 centimeter. Nou, dat is een beetje afhankelijk van de stof. Als je wat dikkere stof hebt, dan heb je wat minder taillering. En wat dunnere stof kun je wat meer gaan tailleren. We nemen nu 1,5 centimeter. We gaan er een beetje tussenin zitten. Dus bij 53 gaan we 1,5 centimeter naar links en dan komen we bij punt 56. Bij punt 54 gaan we 1,5 centimeter naar rechts en dan komen we bij punt 57. Ja? Dat is dus de nieuwe taillelijn eigenlijk. Hè? Dus we gaan nu, kunnen we van punt 12
hier naar 56 de nieuwe zijnaadlijn tekenen. Die komt dus zo. Dat doe je dus ook bij 57 en 11 trek je een lijn. Ja, dan gaan we van 6 naar 58. En dat zie je, dat zit hier. Dit punt zit daar aan de zijkant. En van 6 naar 58 is gelijk aan 53 naar 56. Dan moeten we even zoeken. 53 naar 56, dat is dit stuk, hè? En gelijk plus, dus gelijk aan deze twee. Ja, dus van 6 naar 58 is gelijk aan 53 naar 56 en 54 naar 57. Nou, nu hadden we daar allebei 1,5 centimeter gedaan, hè? Dus dat is 3 centimeter in totaal. En dus van 6 naar 58 is dus 3 centimeter. En dat meten we nu dus hieruit. Dit is 3 centimeter. Dus dan komen we op punt 58. Nou, dan gaan we beginnen met de koeknaden te verdelen. Van 55 naar 58, hè. Hier hebben we dus punt 55 en daar hebben we punt 58. Is het restant van de tailleuitname, hè, die hebben we opgemeten, te verdelen over de koeknaden. Dit is dus het restant, dus dan meten we even. Dit is in totaal 6 centimeter. Dit is dus het restant van de tailleuitname. Ik schrijf even op om goed te onthouden. 6 centimeter. Van 6 naar 59. Dan gaan we even zoeken. Waar is 6? Daar, hè, van 6. Die zit hier in een hoek. Van 6 naar 59 is 1/3 ruggebreedte plus 1 centimeter. Ja, dus dat is een mooie plek voor een taillering om te zitten. Dus daar moeten we even gaan berekenen. Wat was de rugbreedte ook alweer? Gaan we één pagina terug. Rugbreedte was 17,5 centimeter. En daarvan hebben we dus nodig 1/3. Dus moeten we delen door 3. En dan doen we daar 1 centimeter bovenop. Nou, moeten we even uitrekenen. Als we 17 hebben, dus 4 keer 3 is 12, 5 keer 5 is 15, hebben we nog 2,5. Nou, daar zit ongeveer 7 keer in, hè. Dan kom je op 5,7. Dit is dan 21, dan heb je nog 4 onthouden. Dat is, oh, hier kan er nog in, dit is 4,8. Deze komt dan op 10. Ja, dat komt 5,83. Dat is met een metermaatje heel moeilijk te meten. Dus we maken er sowieso 5,8 van. Dus van 6 naar 59 is dus 1/3 rugbreedte plus 1 centimeter. We hadden uitgerekend dus 5,8. Komt nog 1 centimeter bij, is 6,8. 6,8 is hier 59 centimeter. Dus wacht even, van 6 naar 59, dat is dus 6,8, zit die hier. Dit is punt 59. Dit is het midden van de figuurnaad. Nou, we hadden nog 6 centimeter over. En dan maken we hier een figuurnaad van 3 centimeter. Dus aan beide kanten meten we dus 1,5 centimeter. 1,5 centimeter van 59 naar links. En 1,5 centimeter van punt 59 naar rechts. Je ziet hier dat de figuurnaad 14 tot 16 centimeter omhoog moet, of en 14 tot 16 centimeter naar beneden.
Wanneer gebruik je 14 en wanneer gebruik je 16? Dat heeft ook met de stofdikte te maken. Als het een dunnere stof is, gebruik je een langere.